proces. In de vroegere tijd van Napoleon, als toen de soldaten voor een wijnkelder hadden veroverd. En als ze geen zin om al die ijzers en al die kurk eraf te halen, pak je gewoon een zwaard of een degen. Toen met één klap gewoon de hals van de fles eraf. En door het druk in de fles blijft de champagne daarna gewoon drinkbaar. Wat gaan we nou doen? De hals van de fles. Daar gaat hij. Zo in de camera. Hij staat al.